Welkom bij Muziek met Meester Zaken, deel 6 alweer. 6? Ja, hiervoor heb ik voor jullie in 5 delen 20 liedjes gespeeld, elke keer 4 liedjes. We gaan nu eens een keer iets totaal anders doen, helemaal anders. Ik ben niet alleen zoals je ziet, ik ben hier samen met mijn vriend Rudy. Wij zijn met z'n tweeën, dat moet kunnen, toch? Hallo. Ja, dit is Rudy. Ja. Rudy. En Rudy, ja. wat doe jij? Ik ben beeldend kunstenaar. Beeldend kunstenaar. Is dat iemand die met beelden gooit? Nee. Of met beelden... Ik schilder. Oh. Ik ben schilder. Oké. Kijk. Ja, ik zie het. Ja. Weet je wat we doen? We gaan even naar een paar schilderijen van Rudy kijken. Wel vaak sombere gezichten. Ja. Ja, waarom? Ja, waarom? Weet ik niet. Weet jij dat? Dat komt denk ik door de muziek. Muziek? Ja. Ik hoor anders niks. Dat komt door jouw muziek. Door mijn muziek? Ja, dat komt door jouw muziek. Oh jee. Als wij samen aan het werk zijn, ja, dan komen er sombere gezichten uit. Nou, oké. Ook als je alleen bent, Rudy? Ja, ook als je alleen bent. Dat komt omdat ik zo'n vrolijke jongen ben. Want ik weet niet, waarom is dit een somber gezicht? Waarom zegt iedereen dat dit sombere gezichten zijn? Voor mij is dat niet zo. Het is helemaal niet een somber gezicht, toch? Vrolijk is anders. Wat zeggen jullie? Is dit nou een somber gezicht? Of niet? Ja. Wat zeg jij? Nou, ik vind hem niet echt vrolijk. Nee. Ik vind hem wel mooi, hoor. Dat is het niet. Maar als hij niet vrolijk is... Ja. Dan is hij dus somber. En als je somber bent... Dan ben je volgens mij ook niet vrolijk. Dan ben je niet vrolijk. Ben je niet vrolijk. Nee. Dus somber is hetzelfde als niet vrolijk. Somber is misschien bijna... Het lijkt heel veel op verdrietig zijn. Verdrietig, ja. Maar het zijn niet echt... Niet echt verdrietige gezichten. Maar als je verdrietig bent, dan moet je huilen. Ja, vaak wel. En deze gezichten huilen niet. Nee, ik zie een vrolijk gezicht. Waar? In jouw atelier, kijk. Oh, Emma. Kijk. Ja. Die is vrolijk. Die is wel vrolijk, ja. Ja. En kijk, je ziet ook dat ze heeft een beetje kleine oogjes. Zie je wel? Kleine oogjes. Omdat ze lacht, dan druk je je wangen een beetje naar boven, op een andere manier. Ja. En dan, dat komt natuurlijk omdat je mond omhoog trekt. Ja. Dus zo maak je... Een vrolijk gezicht. Zo maak je een vrolijk gezicht. Ik ben nu verdrietig. Ben jij verdrietig? Want ik ben witte verf kwijt. Ben je witte verf kwijt? Oh ja, ik zie het. Je bent echt verdrietig. Nee! Oh! Daar staat hij. Ja, hebben ze. Staat er gewoon naast. Gelukkig. Gelukkig. Hey Rudy. Ja. Zullen we ze aan de kinderen thuis laten zien en horen wat wij vaak doen deze dagen? Ja. De kleuren zijn nog vrolijk, vind je niet? Nou, als ik het zeggen mag, de kleuren zijn vrolijk. Maar ik moet zeggen,
Ik word er zo waar ook vrolijk van. Ik word er zo waar ook vrolijk van. Dus aan jullie thuis de opdracht om een heel erg vrolijk gezicht te schilderen. Schilder maar eens een heel vrolijk gezicht. Je mag het ook tekenen natuurlijk. Het mag in zwart-wit. Het verf. Mag verf in kleur mag het. Het mag kleurpotlood. Met kleurpotlood of met wasco of wat je maar thuis hebt. Groot. Groot of klein. Klein mag ook. Postzegelformaat. Kan ook. Maak er een goede foto van. En stuur die foto naar het onderstaand Gmail-adres. Ja? Kun je hem lezen? Hier staat hij. Daar staat hij. Daar ongeveer, denk ik. Ja, daar staat hij. Stuur hem daarheen. Daarheen. Dan ga ik alle foto's netjes achter elkaar zetten in een soort filmpje. Oh. En dan zet ik die later ook online, zodat je terug kunt vinden. En dan kun je zelf kijken naar hoe jouw lachende gezicht staat tussen al die vrolijk. Andere vrolijke gezichten staan. Vrolijk? Ja, vrolijk. Vrolijk. Tussen al die andere vrolijke gezichten die ook ingestuurd zijn. Dat hoop ik natuurlijk. Ja? Gaat lukken? Doei. De groeten. Dag. Doei.